Zo, so, een rustige middag met Brian in de tuin. Vandaag uh, ga ik mijn ossidie uh, voeden. Ik doe dat uh, één keer in de week. En dit zijn namelijk enkele van ze. En deze zijn de vanalopsis. En een paar dendrobium. Die ik heb gezet om water te geven. Maar vandaag ga ik hem een beetje mixen met voeding. Uh, en die voeding wat ik vandaag ga gebruiken het is Miracle Gro. Omdat ik die nog over had. Dus dan ga ik hem helemaal gebruiken. Hier staat geschreven op het pakketje, als je goed leest. Uh, 1 tablespoon op 4 liter water. En een tablespoon met dit werk ik. en mijn maatkannetje. Een tablespoon is uh, ongeveer uh, 15 milliliter. Dit komt op ongeveer hier. 15, 15 hier. Ervan. Op 4 liters water. Dat heb ik hier al gedaan. Als u iets anders hebt, als bijvoorbeeld Epsomzal, kan je ook erbij toevoegen. Of bijvoorbeeld je zegt: je hebt uh, Hormoon, mag dat ook. En het staat wel erop geschreven, dus 1 Tablespoon op 4 Liters water. Dus een Tablespoon is 15 Milliliter. Dus zo'n kleine maatkannetje ga je moeten gebruiken, of deze. Staat het erop geschreven, hoeveel, de hoeveelheid wat je moet gebruiken van de voeding. En dit, is, dit heb ik hier gedaan in een emmer van 5 liter. En dat ga ik nu schenken in mijn bak. Dat heb ik al gedaan. En dan gaan de orchideetjes lekker zuigen. Ja. Hij heeft hier al het beeld Hoe ik mijn Orchideeën voed Als je wil mag je hem ook spuiten hoor Het is geen probleem het Zijn maar van een lobsters ja. Eén keer per week Geef iets water en dan uh, laat ik het in zo'n bak kijken. Het begint te spruiten. Ik zou zeggen, een fijne middag verder met Brian in de tuin. Geven van oxydeën, voeding.